Donkere kringen kun je herkennen aan het feit dat er een blauwe gloed of een donkere gloed onder de ogen zijn. En dat moet je niet verwarren met wadden of de traangoot of slappe huid. Donkere kringen is nog niet het perfecte middel voor uitgevonden, maar het heeft een hoge tevredenheid als je een combinatie doet van een crème en dan, ik noem dat dan de plexer peeling. En RSS HA Eyes of Light Eyes. Over het algemeen is 80% van de patiënten tevreden tot zeer tevreden. Maar er zijn ook een aantal patiënten die daar minder goed op reageren. Het aantal behandelingen of het minimale aantal behandelingen die nodig zijn om deze behandeling uit te voeren zijn 3. En 4 is eigenlijk wel te prefereren. Het zou heel goed kunnen dus dat je meerdere behandelingen nodig hebt, dus dat 5 of 6 ook goed zouden zijn. Maar ik vind zelf dat er een duidelijke verbetering moet zijn na 4 behandelingen en dat moet dan ook de evaluatie zijn.